Nog 3 weken en dan zijn er verkiezingen. Volgens een poll op onze eigen site weet 60% van de stemmers al waar hij op gaat stemmen. Maar dat betekent dat 40% van de Amsterdammers het nog niet weten. En wat valt er voor hen eigenlijk te kiezen? Daarom deze weken de lijsttrekkers van de politieke partijen. Vandaag Lodewijk Asscher van de PvdA. Van harte welkom. Dankjewel. Terug in Amsterdam. Ook eventjes om een beetje vertrouwen te tanken. Heeft u misschien ook wel een beetje nodig? Een kleine peiling natuurlijk. Of een Amsterdamse peiling van het afgelopen weekend. U bent nipt de grootste partij weer hier in Amsterdam. Nou, dat is mooi. We hebben de Amsterdammers heel hard nodig. En het gaat natuurlijk over hele belangrijke verkiezingen. En ik denk dat Amsterdam massaal naar de stembus moet. Dan komt het goed. En sterker nog, toch bent u ook nipt weer, want op de voet gevolgd door Alexander Pechtold en Mark Rutte, ook nog eens de gedroomde premierskandidaat. Ja, nou, ja. Als we allemaal gaan stemmen, dan kan het ook nog gebeuren. Het rare van deze verkiezingen, jij zei zelf al, heel veel mensen twijfelen nog. Dat is ook echt zo, dat hoor je ook op straat. In Amsterdam, maar ook in de rest van het land. Dus het gaat er echt om, aan wie vertrouw je straks het land en de stad toe? Maar zijn dat ook meteen de enige 2 lichtpuntjes die u deze hele week gehoord heeft? Want voor de rest staat u natuurlijk wel belabberd voor. Nou, voor deze peiling, als die landelijk waarheid wordt, dan doe ik het voor, hoor. Het is de grootste woorden. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar het is dus niet landelijk. Ik bedoel, is de paniek toegeslagen bij de PvdA? Nee, wat je ziet, veel mensen weten het nog niet. Het zijn ontzettend belangrijke verkiezingen. En ik sta voor mijn verhaal. En iedereen die denkt van nou laat het maar over aan Wilders of aan Rutte. Dan zullen ze eerst langs mij moeten. Dus ik voer campagne om te winnen. In Amsterdam, maar ook in de rest van het land. Ja. Nou lees ik af en toe de Volkskrant. Een krant die toch redelijk ook wel uw partij goed gezind is. En daar was vanmorgen ook een beetje dezelfde teneur van is de PvdA in paniek dat ze zelfs nu de pijlen gaan richten op GroenLinks? Want dat ja. U de VVD en de PVV aanvalt is toch tot daar aan toe, maar ook u is makker op aan de linkerzijde. En GroenLinks is een bondgenoot van ons. Dat was al zo toen ik hier in Amsterdam het college vormde, samen met GroenLinks. En wat mij betreft straks in de regering ook. Die programma's zitten dicht bij elkaar. Maar u noemde zijn plannen sluw. Dijsselbloem noemde ze ontwrichtend. Nee, ik noemde zijn plannen niet sluw. Ik zei dat er grote verschillen zijn voor gezinnen. En dat mag ook gezegd. Er zijn verschillen tussen partijen. En in een verkiezingstijd moet je dat ook laten zien. Een van de dingen die ik heel belangrijk vind. Het is onvoldoende om te zeggen alles wordt anders. Je moet ook vertellen wat het betekent voor mensen. Ik denk dat Nederland gebaat is bij sociaal beleid. Ook bij groen beleid. Maar wel op een manier dat alle Amsterdammers, alle Nederlanders het kunnen meemaken. Dus het lijkt mij heel normaal om in een verkiezingstijd. Mijn tegenstander zit op rechts. Wilders, omdat die groepen tegen elkaar opzet. Rutte, omdat hij toch heel erg uitgaat van egoïsme. Maar er zijn verschillen tussen partijen. En daar moeten we niet meteen o-o-o van zeggen. Dat hoort bij politiek. Ja, toch is het gevoel, ook zeker ook in Amsterdam. Wij komen nog wel eens op de straat, zoals u weet. Niet erg PvdA gezind. Kijkt u nog even mee. We zijn nog even de straat voor gegaan om te vragen of de mensen toch nog overwegen om op uw partij te gaan stemmen. Altijd heb ik voor PvdA gestemd. Ja. Maar dat zit er niet meer in? Nee, ik ben nu al oud. Ze hebben niks voor me gedaan, hoor, schat. Ja, vroeger was het natuurlijk werkman. En Amsterdam wordt steeds duurder, om het zo maar te zeggen. Dus die worden een beetje de stad uitgeduwd. PvdA eigenlijk de meeste aanhangers wel echt diep heeft teleurgesteld. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 4 jaar natuurlijk. Dus ik denk niet dat ze net zo groot gaan worden als de afgelopen keer. Het is mijn oude partij, maar nu niet meer. Waarom niet? Omdat ik te veel dicht bij het midden zat. We hebben een ander beleid nodig, vind ik. Ja. Nou, weet je, ze hebben altijd wel goede sociale programma's. Maar ze hebben nooit echt, in mijn ogen, als ze die woorden inderdaad geroepen hebben, dan haken ze weer af. Als er weer een VVD aan de macht is, dan hoor je ze daar niet meer over. Als ik voor Amsterdam zou stemmen, zou ik nog aan de PvdA denken. Want daar vind ik ze nog wel erg goed. Maar het landelijk vind ik veel te veel compromissen sluiten met anderen. Ja, heel veel verschillende opvattingen. Waarom zijn mensen eigenlijk niet meer van plan zijn om op de PvdA te stemmen? Waarom? Maar heel even benoemen wat hier gebeurt. Hè? Je zet 4 mensen achter elkaar die dat niet willen doen. En je vertelt een seconde daarvoor dat we nu, volgens jullie eigen peiling, de grootste zijn. Ja, er zijn mensen teleurgesteld. Omdat we de afgelopen jaren... Maar wij gaan ook langs heel veel deuren, ook in Amsterdam-Noord. En ik kan u vertellen, ik heb het zelf gedaan. Nee, ik geloof je. Alleen, het is allebei waar. Er zijn mensen teleurgesteld. En toch zijn we blijkbaar op basis van jullie peiling nu de grootste. En wat er aan de hand is, we hebben de afgelopen jaren compromissen moeten sluiten. Het komt steeds wel gehalveerd ten opzichte van 4 jaar geleden. We komen uit een ongelooflijk moeilijke tijd. Dat weet jij ook en dat weten die mensen ook. En ik ben eerlijk tegen mensen. Als je denkt dat politiek perfect is of als je zelf nooit fouten maakt, prima. Dan zul je iedere keer opnieuw op een andere partij stemmen. Als je wil stemmen op een partij die altijd zal strijden en nooit opgeven voor onze idealen,
Meer sociale woningbouw, solidariteit, opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Maar dat blijft weer, en dat komt, keert steeds terug ook in deze campagne. Dat heeft u de afgelopen 4 jaar natuurlijk kunnen doen. Dat meisje zegt het zelf ook. Dat heb ik ook gedaan. Mooie sociale programma's en dan gaan ze naar Den Haag en willen ze regeren met dat de VVD. Gedaan, maar, dan maar we weten allemaal, net als bij jou thuis, je krijgt nooit in je eentje je zin in alles. En dat weten die mensen ook. En de vraag die je jezelf moet stellen, als je nou straks naar het stemhokje gaat. Het gaat niet over, ben je blij met alles wat er gebeurd is, maar aan wie vertrouw je de toekomst toe van de stad en van het land? Dan weet je dat wij de ervaring hebben, wij kunnen besturen, we kunnen samenwerken. En die idealen die passen bij Amsterdam. Namelijk dat het niet ik is. Het probleem op dit moment in de stad vind ik dat het een pretpark lijkt te worden. Iedereen is hier maar welkom, maar vooral met een grote portemonnee. Ik geloof in een heel ander Nederland. Dus dan zul je zien, uiteindelijk is dat een boodschap die past bij de Amsterdammers. En wij moeten bescheiden zijn, omdat je niet moet beloven dat je alles verandert. Dat lukt nooit. Kijk, in Amsterdam zijn linkse partijen groter dan landen. Hoef je dus ook minder compromissen te sluiten. Ja, ik wil toch een concreet punt eruit pakken. U bent hier in het verleden natuurlijk wethouder van onderwijs geweest. In Den Haag heeft u de afgelopen jaren mocht u het beleid als het gaat om integratie uitstippelen. Onlangs groot onderzoek, ook weer onder leraren hier in Amsterdam. 54% zegt eigenlijk in feite dat de integratie mislukt is. Kort fragment nog even uit ons nieuws. Trudy Koenen, die lesgeeft op het Montessori College Oost, ziet ook dat in haar klasse van integratie geen enkele sprake is. Ja, wij hebben bij ons op school 60 nationaliteiten en die vormen allemaal hun eigen clubjes. En er is volgens mij 0,1% Nederlands en die hebben ook weer een eigen clubje. Dus er is geen integratie. Trudy Koenen kent u nog uit uw tijd Zeker. Hier als wethouder. Iemand die juist heel erg strijdt voor gemengde scholen bijvoorbeeld. Maar als zij al diezelfde vernietigende conclusie deelt, dan staat het er niet best voor. Nou, Trudy doet er zelf ook wat aan. In datzelfde onderzoek zag je dat veel docenten gevoelige onderwerpen niet meer durfden te bespreken. De oorlog, homoseksualiteit. En wat je dan nodig hebt, is dat je erop afgaat. Docenten als Trudy Koenen bespreken het wel. En helpen daarmee hun leerlingen, die inderdaad vaak een niet-Nederlandse achtergrond hebben, helpen ze zeggen, om op te groeien in de stad. Dat is wat helpt. Kijk, integratie komt nooit in één keer uit Den Haag met beleid, dat weten we. Als Amsterdammer weet je dat ook. Het komt van verstandig beleid, maar ook van docenten die we steunen en die juist wel dat moeilijke gesprek aangaan. Ja, maar is dat alleen die docenten? Want we horen het dus. Leerlingen met een bepaalde migrantenachtergrond klitten bij elkaar. Ja. Hun ouders bemoeien zich niet of nauwelijks met wat hun kinderen op school doen. Spreken de taal niet. Keren eigenlijk dus hun rug naar onze samenleving toe. Ja, dan heeft u hier in Amsterdam en ook in Den Haag wat dat betreft aan het roer gestaan. En we zijn nog niks opgeschoten. Nou, in mijn Amsterdamse tijd is de kwaliteit van het onderwijs enorm verbeterd. En vergis je niet, dat is of je nou wit of zwart bent, het allerbelangrijkste voor kinderen. Dat is ook een van de redenen dat ik de komende jaren denk dat gelijke kansen voor kinderen weer voorop moet staan. We kunnen de scholen beter krijgen en dat helpt. Pas daarna kan je ouders verleiden om naar een gemengde school te gaan. Het tweede wat er speelt, integratie. Ja, we zijn ook in dit land steeds meer tegen elkaar aan het schreeuwen en steeds minder aan het luisteren. Het is, als je social media ziet, is het bar en boos. Toch is de school de belangrijkste plek om er wat aan te doen. Ik ben heel veel terug geweest bij een van de scholen hier in Amsterdam-West. Het Calvijn met Junior College. En wat je daar ziet, is dat als die moeilijke gesprekken wel gevoerd worden. Ik ben er geweest na aanslagen. Ik ben er geweest na fitna. Ik ben er geweest bij een les over homoseksualiteit. Dan lukt het toch om groepen met elkaar in gesprek te krijgen. Maar, en om leerlingen anders te leren denken. Een van de grote redenen waarom toch, u bent inderdaad nog steeds de grootste partij, maar heel veel kiezers vooralsnog niet van plan zijn om op uw partij te stemmen, is omdat ze toch vinden dat u te soft bent geweest op het vlak van integratie. En daarom zijn ze niet meer van plan om op u te gaan stemmen. Ik denk dat het allebei nodig is. Je moet hele duidelijke spelregels hebben, duidelijke waarden waar niemand aan mag komen. De gelijkheid van man en vrouw. Respect voor verschillende overtuigingen. Het accepteren van homoseksualiteit. Ahmed Marcouch, ook een bekende uit Amsterdam, had zeer onlangs in de Kamer een wetsvoorstel wat doet tegen straatintimidatie, het gesis en het heeft hier geïntimideerd. Geloos, natuurlijk. Ja, ik weet het. Ja. Ja, maar soms ben je het ook eens, want het is belangrijk. Dus ja, je moet de grenzen afbaken en zorgen dat daar niemand overheen komt. Maar er is ook een andere kant aan de integratie. En die vergeten we soms. Al die jongeren die hun best doen en die ook een kans verdienen. Zeker. En die met discriminatie te maken krijgen. En noem het dan maar soft. Ik neem het voor de jongeren op, want het zijn onze buren, het zijn onze toekomstige dokters en ondernemers. Maar kunt u, want het is niet dat we dan onze kop in het zand moeten steken voor de problemen die er zijn. Nee, daarom begon ik ook met grenzen afbakenen en die handhaven. En als die grenzen, u bakent ze af, maar als ze toch overschreden worden?
Dan moet er een sanctie komen. Dan moet er een sanctie komen. En als de wet wordt overtreden, moet de politie erop af. En als de wet niet streng genoeg is, zie je straat. Maar heeft u sancties dan? Want het participatiecontract bijvoorbeeld, voorbeeldje, komt uit, hè, is een idee van u. Als mensen dat ondertekenen en vervolgens het gewoon aan hun laars lappen, wat dan? Die participatieverklaring is eigenlijk niet mensen die over de schreef gaan, maar dat is voor mensen die nieuw in Nederland komen. Als wij het in Nederland hebben over integratie, gaat het vaak over eerste, tweede, derde generatie mensen die hier al langer zijn. Maar er komen natuurlijk ook nieuwe mensen in Nederland. Vluchtelingen uit Syrië, mensen uit Afrika. Ik heb altijd gezegd dat het vreemd is dat je dan wel vertelt hoe werkt het hier, waar is het postkantoor, en niet wat onze waarden zijn, de vrijheden. Want mensen komen uit een heel andere cultuur. Ik heb gezegd, eigenlijk moet je daarmee beginnen. Laat mensen daar ook voor tekenen en maak ze onderdeel van die waarden. En dan, als dan je dat vervolgens niet partijen als D66 dat ingewikkeld vonden, want stel je voor dat we betuttelen. Als je dat niet doet, krijg je een boete. Want inburgeren, nou, integreren is verplicht. Ja. Maar als je wel ondertekent en later toch denkt van, nou ja, kan mij het... Ja, dat hou je altijd met alle normen. En dan, dat hou je altijd. Ik vind, vervolgens zijn heel veel van die normen ook in de wet vastgelegd. Dus als je niet goed omgaat met andersdenkenden, is er ook nog een wet die je beschermt. Maar het begint ermee dat mensen die nieuw zijn in onze samenleving, dat je zegt, je bent hier welkom. Maar wat dit land zo mooi maakt, is dat we van mening mogen verschillen, dat we mogen geloven wat we willen, dat je ook niet mag geloven en dat we hier gelijk zijn voor de wet. En toch blijft het enorm zorgwekkend. Dan weer even dat het onderzoek onder leraren, dat je zegt, leraren moeten zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat doen ze, en wij moeten ze helpen. Toch bespreekbaar maken, maar dat bijna 15% onderwerpen als homoseksualiteit, holocaust, terrorisme, niet durven aan te kaarten in de klas. En dan moet je er dus ook op af. En dan moet dus ook de wethouder hier erop af. Dan moet je op zoek welke scholen dat zijn. Niet de leraar de schuld geven, maar zorgen dat er een veilige omgeving is voor die leraar. Dat je de directie erbij haalt. Dat je desnoods helpt. En we hebben ook heel veel leraar getraind, bijvoorbeeld bij het praten over radicalisering, om het gesprek wel te voeren. Voer je het gesprek niet, dan geef je die kinderen op. Maar nog erger, de samenleving verliest. Want kinderen komen dan van school met het gevoel dat zij uitmaken wat er wel niet besproken wordt. Tot slot, dat is een slechte les voor hun toekomst. Ja, ik wil nog één punt aansnijden. We hebben niet heel lang meer, maar dat is de bereikbaarheid van Amsterdam. Of eigenlijk de onbereikbaarheid. Want mensen met een laag of middeninkomen komen de stad eigenlijk niet meer in. Nee. Kan de PvdA daar nog iets in wat betreft betekenen? Of wat het de laatste jaren misschien ook heeft nagelaten? Nou, ik zie dat hier een college is dat drukte ontkent. Terwijl als Amsterdammer, nu even gewoon als inwoner, valt het niet te ontkennen. Het werd gezegd, het is maar een perceptie. Ik ben heel blij dat maar onze burgemeester... volgt AT5 niet, want intussen ontkennen ze dat niet meer, hoor. Is nou, dat is mooi. Ik denk dat het komt doordat de burgemeester ook heeft gezegd, geef mij dat onderwerp, want zo raakt de stad uit balans. Maar het tweede probleem wat ik zie is ik dat denk er heel dat veel... Ik niet dat D66 daarmee eens is, maar goed, gaat u gaan. Dat kan. Ja. Bent u van D66? Nee, maar ik volg het nog wel eens. Dus... Ik ook, hoor. Het tweede probleem wat ik zie is dat er heel veel sociale woningen verkocht worden. Er wordt ook gebouwd, dat is goed voor de stad, maar er worden ook heel veel verkocht. Ik denk dat wat er zou moeten gebeuren, dat we de komende jaren meer woningen gaan bouwen. Dat kan zeker in Amsterdam, waar veel belangstelling is. En minder woningen verkopen, want het is uiteindelijk voor de middengroepen en de lage inkomens straks anders niet meer mogelijk om in de goede plekken van de stad te wonen. En weer, en dat geldt eigenlijk voor alle onderwerpen die wij hebben besproken en die u de komende weken nog zal bespreken. Waarom heeft u dat de afgelopen 4 jaar niet meer kunnen doen? Nou, we komen uit een hele moeilijke tijd. Dat weet u ook. En juist omdat we de boel op orde hebben gebracht. Je ziet dat toen ik begon, schoot de werkloosheid omhoog en waren de financiën uit het lood. En nu, 4 jaar later, met heel hard werken van heel veel mensen, daalt de werkloosheid als een pijl. Gaat het goed met Nederland en kun je dus ook stappen vooruit zetten. En dan, wat de Partij van de Arbeid betreft, zijn dat sociale investeringen. De zorg kan beter, investeren in sociale zekerheid, maar ook in woningbouw. Dat is precies wat wij willen doen. Voor hoeveel zetels gaat u? Zoveel mogelijk. Wij gaan voor goud. Voor goud. En dat is weer de gewoon 38? Laten we proberen die peiling van Amsterdam waar te maken. Dan hebben we ook een mooie coalitiepartner. Kijk eens aan. Ik dank u voor het komst. Heel veel succes nog in Dankjewel. De weken die gaan komen. Wij zijn er snel weer. Volgende gast is dan Alexander Pechtold. Heeft u nog een mooie estafettevraag voor hem eigenlijk misschien? Ik doe hem de hartelijke groeten. Nou, die zal ik overbrengen. En we zullen hem ook natuurlijk weer het vuur aan de schenen leggen. Graag tot de volgende Parkpolitiek.